Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Nog twee dagen. Vandaag en morgen. En dan barst het kerstgebal weer terug. En weer aan. Mensen die hier een lange tafel zitten en de hele dag aan het vreten zijn. Ja, daar moeten we mee. Ik doe het niet. Ik draag de gewone kerstboodschap uit. Van vrede op aarde. En niet vrede op aarde. Dus. Ja, ik heb vandaag heerlijk geslapen. Echt waar, ik ben mijn bed ingegaan. Ik ben in één keer in slaap gevallen. Beter dan gisteravond. Ja, gisteravond. Of eergisteravond dan. Dus. Ik ga vandaag niet trainen. Het is woensdag, dus het is vrijdag. Ik ga wel lekker eventjes naar de markt. De laatste kerstboodschappen in huis halen. En ik ga voor de rest. Er staat weer aardig met wind. Dus ik zie dit wel eventjes. Dus. En anders ga ik hier op mijn home trainer even fietsen. Dus. Wat heb ik ons ontbijt? Nou, ik heb twee normale crackertjes. Twee crackers. En ja, onze vriendin die zit ook al te kijken. Geen eieren. Nou heb ik geen eigengel. Dus. Hé, Punk. Hey. Hé? Geen eieren, ze kijkt helemaal boos. Nou. Ik ga even eten. Ik vind het ook behoorlijk koud ook en ik moet nog even bellen. Over mijn kerstcadeautje. Nou. Ik wens u een prettige dag. Hey, goedemiddag. Ik ben even naar de markt geweest. En ik heb even door de bollen gefietst. Maar dat was weer het wereld, of tenminste 1K tegen de wind in fietsen, zeg. Jezus, wat een wind. Sommige. En in de polder heb je helemaal geen beschutting. Dus op sommige plaatsen werd je gewoon bijna van de dijk afgeblazen. Dus. Ja, ik hoop dat het vandaag mijn kerstcadeautje wordt verstuurd. Ik heb er weer over gewild. Ik word er echt helemaal gestoord van. Ik weet wel, als u wat bestelt, doe het niet bij water. Fun Sport uit Venlo. Want het zijn gewoon een stelletje, volgens mij een stelletje oplichters. Want gisteren had hij beloofd dat het pakket zou afgestuurd worden met DHL. En vanmorgen zei hij, ja, het staat hier nog. Ik ga het nu naar de PTT brengen. Dus, ik hoop dat het morgen er is. En anders wil ik gewoon mijn geld terug. En ik, Dus kijk uit met je wat je daar koopt. Ze stonden het ging via een marktplaats. Een splinternieuw ding. Een halterbank. Dus, ik hoop dat het morgen er is. Oké. Okay. Ik heb onze maaltijd, heb ik maar eens een keer noedeltjes met ei heb ik genomen. Nee, ik vind dat ik het wel even verdiend heb. Met dat tegen de wind in fietsen. Jezus, Mino, zeg. Wat was dat erg. Nou. Ik ga even eten. En ik ga om een uur of vier ga ik die vent weer even bellen. Oké, ik wens u een prettige dag verder. Want geen filmpjes vanaf de keuken. Alleen maar vanaf de eettafel. Ik ga zo meteen uit eten bij een aantal vrienden. Ik heb nog eerst even gebeld naar die funshop, watershop uit Venlo. Het is vandaag op de bus gedaan, hoop ik, volgens die vent. En ik hoop dat het morgen aan heb. Maar ik maak het heel kort vandaag. Ik
Ik maak de filmpjes tot het nieuwe jaar en daar schaak ik ermee uit. Want de bezoekersaantal zijn ook niet zo denderend. Maar ik ga zo meteen uit eten. Dan kom ik nog even omkleden. Met een nette pak aan. En dan ga ik richting Zaandam. Dus ik wens u een hele prettige avond verder. Het was een heel kort filmpje. Ik zie u later.